Het gaat weliswaar niet vriezen in de regio, maar het wordt wel winters. Het gaat sneeuwen. En op de weg is het rustig. Er staan geen files meer. Dit is het TV West ochtendnieuws van vrijdag 3 februari. Goedemorgen. Straks onverwachte warmte op het Haagse Malieveld, maar eerst een overval in Delft. Een avondwinkel is daar namelijk overvallen en dat gebeurde gisteravond aan de Hugo de Grootstraat. Een man met een bivakmuts of capuchon op kwam de zaak binnen, bedreigde het personeel met een steekwapen en eiste geld. De overvaller ging er met een onbekende buit op een fiets vandoor in de richting van de Hof van Delftlaan. De man is nog niet gevonden. En een man uit Den Haag is op Schiphol aangehouden omdat hij probeerde zijn 1,5 jaar oude kind te ontvoeren naar Turkije. Volgens de marechaussee wekte de Hagenaar argwaan bij de paspoortcontrole op bij het vliegveld. Omdat we het wat vreemd vonden dat hij maar een enkel ticket had, hebben we wat verder onderzoek ingesteld. En uit dat onderzoek bleek, na onder meer contact met jeugdrechercheurs van ons en de Raad voor de Kinderbescherming en de moeder, dat er geen toestemming was om het kind mee te nemen naar het buitenland. En de peuter is teruggebracht naar zijn moeder. De vader zit vast op verdenking van ontvoering. Ja, en weet je al waar je gaat schaatsen? Dat zal een van de meest gestelde vragen zijn vanochtend. De schaatskoorts grijpt snel om zich heen en steeds meer mensen hebben zin om de ijzers onder te binden. En een van hen is een oud Elfstedentochtrijder die al 54 jaar op de schaats gaat. En verslaggever Hans Otte, die is bij hem op het ijs. Natuurlijk, Hans, en dat ziet er echt prachtig en overheerlijk uit. Ik heb geen idee waar dat gebleven is. Nee. Het is hier ook mooi. Het is hier heerlijk. Het is hier helemaal niet koud, want het waait niet. En het is echt ideaal voor een schaatser. Meneer Kooijman, hoe is het? Zeg het eens, want u bent net even op het ijs geweest. Ja, het is gewoon super. Er ligt geen sneeuw. Het is fantastisch ijs. Het is nog -6, dus ijs is echt hard ijs. En het is geweldig om te schaatsen. Het ziet er niet zwart uit, hè? Nee, maandag is hier zomaar een 2 mm sneeuw gevallen. Dat is een beetje met het vallen van die sneeuw dichtgevroren. Daarom is het juist sterk ijs, want je weet dat het vanaf maandag al dicht ligt. Maar die sneeuw heb je totaal geen last van. Dat geeft een beetje iets melkwit aan het ijs, maar het is gewoon geweldig ijs. U hebt 3 keer de Elfstedentocht gereden. Gaat het een 4e keer worden, denkt u? Nou, dat zou best eens kunnen gebeuren. Want we hebben nu even een klein dipje in de vorst. Maar de berichten zijn toch heel gunstig dat de wind weer naar Noordoost gaat. En dat het gewoon toch weer hard gaat vriezen. Nou is dat niet voor iedereen weggelegd natuurlijk. Hè? Want het is een zware tocht. Hè? Stel dat mensen wel op het natuurijs willen gaan schaatsen. Dit weekend bijvoorbeeld al. Waar moeten ze dan vooral op letten? Ja, toch goed op letten nog op of het ijs wel sterk genoeg is. Wat ik net zeg, van dat een beetje witte van maandag. Dat ijs is sterk. Ik kom net terug van een stukje schaatsen, maar hier 1 kilometer verderop is nog een hele bijt vol met eenden. Dus dat moet je toch ontzettend in de gaten houden. Dan heb je wakken van afgelopen week, die zijn wel dichtgevroren, maar is bijvoorbeeld maar 1 nachtje ijs. Dat is gitzwart ijs, maar dat is even nog goed uitkijken, want dat is waarschijnlijk nog te dun. Dank u wel. Gaat u nog even een rondje schaatsen, want u moet zo naar uw werk. Ja, oké. Meneer werkt namelijk nog 2 dagen in de week. Laat het nou net vandaag zijn. Maar goed, we hebben hem even van zijn werk kunnen houden. Mensen, als jullie gaan schaatsen, pas dus op dat je op het goede ijs blijft. Ja, en ik krijg zin om er achteraan te schaatsen. Dankjewel, Hans Otte. En mocht u nou ook zin hebben gekregen, op onze website staat een speciale ijsbaanpagina met alle locaties waar geschaatst kan worden. Het zag er even naar uit dat de Haagse soepbus deze week voor het laatst zou rijden. De bus voorziet dak- en thuislozen van een warme maaltijd en zou worden wegbezuinigd. Maar een Haags bedrijf heeft de soepbus geadopteerd, waardoor de bus zeker nog een jaar vooruit kan. De soepbus rijdt al sinds 1987 door Den Haag om daklozen een voedzame maaltijd te geven. Volgens de gemeente Den Haag neemt het aantal daklozen af. En daarom is besloten de soepbus niet langer te subsidiëren. De praktijk is heel anders. We komen nog steeds mensen op straat tegen. Het is wel een andere doelgroep die op straat loopt. Maar ook door de crisis blijven er steeds meer
Er komen er nog steeds mensen op straat te staan die gebruik maken van de soepbus. Ik denk dat kan natuurlijk niet. Je kunt iedereen uitleggen dat de soepbus gewoon moet blijven bestaan. Dat vindt iedereen. Vonden wij ook. En ondanks de crisistijd gaan onze zaken nou eens een keertje goed. Dan dachten we, we doen eens wat terug voor de maatschappij. Zolang de winteropvangregeling van kracht is, rijdt de soepbus niet. Maar als de gevoelstemperatuur weer boven nul is, dan gaat de soepbus gewoon op pad. In een vrijstaand huis op de Hoge Dijk in Zevenhoven heeft vannacht brand gewoed. Het vuur begon in de schoorsteen, maar zat volgens de brandweer al snel tussen de plafonds. Een van de kinderen van het gezin werd wakker van de rook, waarna de 5 bewoners op tijd weg konden komen. Omdat het huis van hout is, kostte het de brandweer moeite om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand is niet bekend. De Haagse occupiers op het Malieveld lijken zich aan de regels te houden. De rechter heeft zondag besloten dat vanwege de extreme kou maar 2 occupiers 's nachts in het tentenkamp aanwezig mogen zijn. En dat doen ze ook. Ik heb natuurlijk nu een paar dekens in de grote tent liggen voor me warm te houden. Maar hier is gewoon, eigenlijk zou het prima mogelijk zijn om hier te slapen. Maar we houden ons graag aan de regels, dus het is nu gewoon leeg. Malieveld, 10:00 s'avonds, temperatuur -7 graden. We treffen de demonstranten op het moment dat de dagoccupiers het tentenkamp overdragen aan de nachtwacht. Oh jee. Dat is niet goed, hè? Was niet goed. Het is al over 10, hè? Ja, dat is een mooie start. Hey, behoor jij tot degene die het kamp vanavond bewaken? Ja, ik zal vanavond hier een groot avontuur beleven, hopelijk. Wel koud, hè? Nee hoor. Volgens mij, we hebben de tent zo geprepareerd dat al het bevroren water nu weer vloeibaar is. Dus betekent geloof ik dat het boven nul is. Een isolatiebedrijf heeft materialen geleverd. Dus de nachtwacht zit er in de grote tent betrekkelijk warmpjes bij. Jij mag zo naar huis? Wij gaan lekker naar huis, ja. En waar is huis? Voor mij is dat Delft. En dat is gewoon mijn eigen huis. Hoi hoi, hey, succes Serco. Zolang het blijft vriezen, blijft de nachtregeling vanaf 10:00 s'avonds tot 8:00 ochtends van kracht. Wat er daarna gebeurt, is niet duidelijk. Kijken we naar de kranten van vandaag. Het Algemeen Dagblad schrijft over een nieuwe campus in de Roeme Visserstraat in Moerwijk, in Den Haag dus. Er komt een sporthal van Olympische omvang, 2 scholen, studentenflats, restaurant, bedrijven en een sportkantine. Volgende maand gaat de eerste paal de grond in en volgend jaar, augustus, moet het al klaar zijn. De 19 miljoen euro die het hele project kost, die zijn al bij elkaar. De financiële problemen bij Vestia houdt de gemoederen nog steeds bezig. Trouw bericht vandaag dat hierdoor de woningmarkt in een diepe put kan vallen. De reddingsoperatie door andere woningcorporaties gaat mogelijk ten koste van miljarden investeringen die corporaties zouden doen in bijvoorbeeld probleemwijken, het opknappen daarvan. Met alle gevolgen van dien, dat zegt onder meer de Delftse hoogleraar Hugo Primus. In de Telegraaf bericht dat André Kuipers mogelijk langer in de ruimte blijft. En dat komt door problemen met de eerstvolgende Russische raket die naar het ruimtestation zou moeten. De lancering daarvan is uitgesteld tot 15 mei. En Kuipers had dan al onderweg moeten zijn naar de aarde. Maar ik betwijfel het of hij het heel erg vindt om langer te blijven. Ja, het weer dan. Huub, het wordt weliswaar een stuk minder koud dan de afgelopen dagen, maar we krijgen wel met sneeuw te maken. Het KNMI waarschuwt zelfs voor gevaarlijk weer. Ja, natuurlijk, inderdaad. Er wordt sneeuw verwacht. Dat zal voornamelijk ook vanmiddag het geval zijn. Dat betekent ook dus dat het glad kan worden en dat het verkeer daar goed rekening mee moet houden. Ja, en verder hebben we vandaag veel minder zon. Het is grotendeels bewolkt en vanuit het noorden neemt die bewolking verder toe. Met zoals gezegd vanmiddag dus ook sneeuwval erbij. De wind is aanvankelijk zwak en veranderlijk, maar wordt in de loop van de dag zuid-zuidwestelijk. En vanmiddag wordt de wind tijdelijk noordwestelijk, aan de kust eventjes vrij krachtig. Daar kan de temperatuur dan tot iets boven het vriespunt oplopen. Elders blijft het vandaag gewoon vriezen. En op de weg is het heel erg rustig. Er staan nauwelijks files, een paar korte op de A20 in de buurt van Rotterdam. Vanavond na het TVS nieuws is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Het Was Wat. Met erin de leukste dingen uit Tis Wat van afgelopen week. En daarin kijken we terug naar een bijzonder huis dat al 3 jaar te koop staat. Schrijver Jan Wolkers woonde daar. De verwarming van Jan, ja. Het balkon van Jan, ja. Het uitzicht van Jan, ja. Op het torentje.
waar Jan gewoond heeft, ja. Geleefd heeft met zijn ouders. Ja. We hebben een heerlijk kokend waterkraan, ja. Waar Jan ook uiteraard zijn koffie en thee, ja, mee zette. Het is Jan wat de klok slaat. Het is Jan wat de klok slaat, historisch. Dus ja. Als je dit huis bewoont, denk je altijd aan Jan. Ja, Jan en meer vanavond in Het Was Wat. En tot zover het TV West ochtendnieuws. Meer nieuws is te vinden op onze website. En op Radio West is er West wordt wakker met Sander Otters. In het komend uur besteedt hij aandacht aan de fietstunnel in Delft die definitief dichtgaat. Het TV West ochtendnieuws is er over een paar minuten weer. Met dan als belangrijkste onderwerpen een overval in Delft en een Hagenaar die geprobeerd heeft zijn kind te ontvoeren. Graag tot zo en anders alvast een fijne dag.